Goed, burgemeester Jossom, ja, het pand aan de markt in Kerkraden is gisteren gesloten voor drie maanden. U wil gaan kijken om het definitief te sluiten. Ja, daar, daar was ik al mee bezig. Een bestuurlijk traject. Vanwege het uh, onjuiste gebruik daarvan, hè, Bestemmingsplanmatig. En dat zal me zeker gaan gelukken. Voor een week of twee geleden hebben we ook uh, wat, na, uh, wat bevindingen laten doen. Uh, en ik heb voldoende materiaal om uh, daar uh, goede hoop op te hebben. Ja, maar dat, dat klinkt op zich nog een klein beetje abstract. U wil het definitief sluiten, u wilt die helsintjes daar gewoon niet hebben. Nee, ik vind dat ze daar niet op de, op de markt thuis horen En kijken wat er nu gebeurde in dat pand. Het aantal Hells Angels, maar ook andere uh, OMG's, werd steeds groter: 10, 30, 40, 60, 70. Nou, dat kan natuurlijk niet. En vervolgens heeft dat wel een aantrekkingskracht uh, op, uh, op de anderen. Nou, tel daarbij dan datgene wat in de regio gebeurt, maar ook hier in onze stad de afgelopen weken. Conflicten? Ja, conflicten. En dan. Uh, ben ik heel helder. Mensen voelen zich uh, niet meer veilig. Mensen voelen zich uh, onrustig. Ze zijn onrustig. Bezoekers voelen zich niet meer veilig. Het ja, kan niet zo zijn dat je in de stad uh, bent en je voelt je niet veilig. Dan heb ik maar één doel en één taak: zorgen dat dat stopt. Dus met directe uh, ingang gesloten. Uh, en daarbij moet ik zeggen dat dat in goede samenwerking is met OM-politie, buitengewoon goede samenwerking en uh, een teken dat we samen die dingen kunnen doen wat we moeten doen. Dus nu is het even voorlopig drie maanden dicht, maar u wil eigenlijk gewoon dat ze helemaal niet meer terugkomen? Nee, die mensen horen hier niet op de markt, überhaupt niet. We hebben samen afspraken gemaakt. Het kan niet zo zijn dat je in dit land, dat mensen geïntimideerd worden en dat wij dat toelaten. Dat mag niet. Vandaag niet, morgen niet, nooit niet. Dan moet je optreden en dat hebben we gedaan. Wat hebben ze feitelijk misdaan, die Hells Angels daar? Want ja, ze lopen daar rond met een hesje aan, daar staat Hells Angels op, ja. Maar verder... Ja, het zijn natuurlijk geen lieve jongetjes. Alleen het feit al dat er een groot intimidatiegedrag aanwezig is, hè, ook bedreigingen, voldoende reden om op te treden, dat hebben we gedaan. Was er daarom ook zoveel politie bij aanwezig? Is, was er toch ja, enige angst? Nou nee, ik denk voorzorgsmaatregelen. We hebben uh, een paar weken geleden uh, in, uh, in, bij het pad Navarro naforsingen gedaan... Toen hadden we mannen 40-50 en dat lijkt proportioneel, maar dat was het absoluut niet. Dus reden denk ik voldoende. En de politie uh, weet heel goed wat ze doen. En als zij vinden dat dat nodig was, dan is dat goed. Ja, er waren ook wat signalen dat er wellicht uh, wat leden van de motorclub uh, richting Kerkhouder zouden komen. Dat waren geruchten. Heeft u daar signalen van gekregen? Nee, absoluut niet. Uh, maar de politie zal een goede redenen hebben om deze wijze zaak zo op te pakken. Dat weet ik absoluut niet. En uh, in hoeverre speelt uh, dat schietincident vorige week in Sittard, hè, bij de duckout, in hoeverre speelt dat mee in uw besluit nu? Ja, dat speelt mee. Datgene wat in de omgeving gebeurt, kan ook hier zomaar gebeuren. En dat, dat kan niet. Dus je moet duidelijk laten zien dat dit niet acceptabel is uh, in deze democratie. En zeker niet in Kerkrade. Ja, want, want hoe gaat het nu verder? U bent al een traject gestart. Uh, dat klinkt allemaal ingewikkeld, maar even simpel uitgelegd. Ja, u bent nou gewoon uh, materiaal aan het verzamelen, zou ik maar even zeggen, op basis waarvan u die tent kan sluiten. Ja, heel correct. Uh, Dossiervormingen noemen ze dat. We hebben aangezegd en we moeten ook B zeggen. En ik denk ook dat dat de goeie, enige goede houding is. Ja, nou is natuurlijk wel het punt. Kijk, u bent burgemeester van Kijkraden, u treedt hierop. Uh, dat doet de burgemeester Sittard ook en zo van elke gemeente. Ja, er ontstaan natuurlijk toch een beetje een waterbedeffecten. Nou nee, ik denk ook dat er een duidelijk signaal uitgaat dat wij dit openbaar bestuur dit gewoon niet pikken, dit gedrag. En dat je helder moet zijn dat je met elkaar optrekt, laten zien waar je staat, laten zien wat je kunt. En ook met betrekking tot dat geheel samen met de politie operationeel aanwezig zijn van jongens, tot hier en niet verder. Ja. Dat intimiderend gedrag, waar moet ik dan eigenlijk aan denken? Nou ga je je maar voorstellen dat je ergens bent en, en je zit ergens of in welke vorm dan ook en er komen een aantal mensen bij elkaar, 10, 20, 30, vul maar in en je voelt je niet veilig. De wijze waarop dat gebeurt, ja, ik hoef u nu uit te leggen hoe dat voelt. Ik zou zeggen, uh, zoek ze op. Nou zijn er ook wel mensen die dan via name social media, maar ook op berichtgeving reageren. Van Ja, de dochter van de burgemeester Som heeft ook een horecapand aan de markt. Ja, die zal wel wat canditie verliezen. Dus papa helpt haar uit. Ja, wat, 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 hoe reageert u daarop? Het ja, slaat gewoon helemaal nergens op. Ik doe dat voor de bevolking en de mensen in Kerkraden. Wij hebben met z'n allen een verantwoordelijkheid en wij moeten met z'n allen laten zien waar we staan. Heeft absoluut daar niks mee te maken.